Op 16 juni traden Spartaan 20 en het zondagsteam van Transvalia ZW tegen elkaar in het strijdperk. Om 3 uur werd de finale gespeeld op het terrein van DEH Mussen. Ja, wat is nou eigenlijk precies jouw techniek om een penalty te nemen? Naar rechts kijken en dan schiet ik naar links. Maar is dat jouw specialiteit, penalty schieten? Ja. Er was een feestelijk programma voor jong en oud. Zoals de penaltybokaal tussen de E- en de F-pupillen van de deelnemende verenigingen. De finale van de penaltybokaal vond plaats in de rust van de wedstrijd. Jij hebt net de penaltybokaal bij de E'tjes gewonnen. Hey, wat is nou jouw techniek om de perfecte penalty te nemen? Niks. Ik schiet hem gewoon erin. En dan wordt er niet dan een hoek gekozen van tevoren. Jij denkt helemaal niet erover na. Jawel. En welke vond je zelf het mooiste? Die in de kruising. En hoe schiet je een bal in de kruising? Gewoon met gevoel. Uiteindelijk won Spartaan 20 zaterdag de Charlo's Koen Marijncup door met 6-2 van Transvalia ZW te winnen. Museum Boijmans van Beuningen heeft in samenwerking met het havenbedrijf Rotterdam wederom een hedendaagse kunstenaar uitgenodigd een installatie te maken in de Rotterdamse haven. Met de tentoonstelling Ballads transformeert de in Turkije geboren kunstenaar Sarkis de industriële onderzeebootloods op Heijplaat deze zomer tot een bijzondere plek. Ik ben de Beierdier, stadsbeierdier van Maastricht, Heerlen en Weert. En dit carillon is eigenlijk van mij. En Sarkis heeft dat in deze expositie geïntegreerd. Zodat Litany for a Whale echt vanuit de lucht komt die walvis door het carillon de onderzeebootloods binnen. Zo rustig met die orgel. Het is een andere wereld. Ja. Heel bijzonder. Ja, mijn grandma was nog wel haar. Met een wijkbus en een watertaxi. Tekenwerk, ja, met kleurpotlood gemaakt. Beelden die ik fascinerend vind. Bazaar Bizar, een zomers kunstfestival met vermaak en vertier uit alle windstreken. Verrassing en prikkeling voor jong en oud. Bazaar Bizar brengt kunst, muziek, lekker eten en performances bij elkaar. Elke dinsdag van 6:30 tot 7:30 is er in de stadswinkel Charlo's een spreekuur met iemand van het dagelijks bestuur. Elke week zit er een ander en dan kun je dus rechtstreeks contact opnemen met de deelgemeente, met het bestuur van de deelgemeente. Je kan natuurlijk altijd al naar het servicepunt of op een andere manier contact opnemen. Maar als je dus zegt, dit moet het bestuur weten of ik wil rechtstreeks mij aanspreken of Ed Gover de voorzitter of Michel de Baan of Albertin Erdal, dan kan dat op dinsdagavond van 6:30 tot 7:30 in de stadswinkel.